Om een volwaardig stadstheater te behouden voor Almelo moet er fors geïnvesteerd worden in het private vastgoed van de eigenaar van het gebouw waarin het stadstheater wordt geëxplodeerd. Yvonne Bijenhof, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Almelo en initiatiefnemer tot het interpellatiedebat over het stadstheater. Wat is uw indruk over het debat? Ja, ik vind dat het debat goed verlopen is en ik, zoals u vanavond heeft kunnen horen, heb ik een mevrouw Overmeen als nieuwe wethouder een compliment gegeven. Zij is uiteindelijk op een rijdende trein gestapt en een beantwoording van haar, ja, die waren gewoon heel concreet en duidelijk. En we zijn heel blij met het resultaat dat de gesprekken weer open zijn om met het Stadstheater in gesprek te gaan. Dus vanuit het college, BMW en het Stadstheater. En ik hoop dat het college terugkomt naar de raad met een oplossing, zodat wij het Stadstheater voor Almelo kunnen behouden. Ik heb de raad eigenlijk toegezegd dat wij opnieuw het gesprek graag willen openen met het Stadstheater. Dat zullen we met een open houding doen. Hè? We zijn ook bereid om naar verschillende oplossingsmogelijkheden te kijken. Waarbij we wel zekerheden en garanties willen hebben voor de publieke middelen die we wellicht misschien gaan investeren in het theater. En daarvoor moeten we zeker weten dat het goed besteed wordt. Cultuur vraagt natuurlijk steun van overheid. En dat hebben we net gezien bij Hofkeshuis. Dat vraagt gewoon geld. Met Stedelijk Museum, Stadstheater. Cultuur, daar gaan we niet over gelden praten. Wij praten over wat is de toevoegwaarde voor Stadstheater hier in de stad, maar ook in de regio. Wat is er veranderd tijdens het debat waardoor u zoveel vertrouwen heeft in de voortgang van de gesprekken? Nou, met name de concrete beantwoording van mevrouw Overmeen. U heeft het volle of bijna volle vertrouwen gekregen van de gemeenteraad. Hoe vindt u dat? Nou, ik werd een beetje verlegen onder de complimentjes die ik net kreeg. Dus dat vind ik heel, heel bijzonder. Het is toch eigenlijk mijn eerste echte raadsvergadering die ik meemaak. Dan meteen een interpellatiedebat. Dus het deed me goed. Ja, mooi. Wanneer kunnen we witte rook verwachten? Oh, daar wil ik echt niet op vooruit lopen. Ik ga eerst het gesprek aan met het Stadstheater. Het zou ook een beetje raar zijn om van één kant te kijken van wanneer zijn we zover. Ik hoop dat de onderhandelingen goed gaan, dat de gesprekken goed gaan. En zo gauw er meer te melden is, dan zal ik eerst naar de raad gaan en dan hoort u het ook vanzelf. Dank u wel. Graag gedaan.